Hallo iedereen en welkom bij onze maandelijkse Key Private video. Ja, u merkt het op, ik ben vandaag gans alleen in onze Key Private studio. Dat komt omdat mijn collega's op dit moment genieten van een welverdiende vakantie. Zoals steeds beginnen we onze maandelijkse video met enkele commentaren over de evolutie van de wereldeconomie. En ik kan alleen maar vaststellen dat die groei van de wereldeconomie zich eigenlijk altijd maar verder zet. En sinds de start van dit jaar kennen we een continue stijging van het wereldwijde producentenvertrouwen. Dat ziet u ook op de grafiek. En dat gaat hand in hand samen met een groeifase voor de belangrijkste economieën. En ondanks dat we toch heel wat economisten of analisten eigenlijk gans de tijd horen zeggen dat we moeten oppassen, want we gaan eigenlijk naar een wereldwijde recessie, kan ik eigenlijk vandaag alleen maar vaststellen dat ik geen enkel signaal zie dat de wereldeconomie op de rand staat van een wereldwijde recessie. Nee, we zien nog altijd het beeld van een groeiscenario. Dus geen enkele reden voor ons in het investeringscomité van Key Private om wat pessimistischer te worden voor de toekomst of om een defensieve beleggingspolitiek te gaan voeren. Integendeel, wij blijven eigenlijk op dit moment toch redelijk positief voor de evolutie van de wereldwijde economische groei. En we blijven natuurlijk ook positief voor de evolutie van de westerse inflatiecijfers. Op deze grafiek ziet u opnieuw de evolutie van de verkoopprijzen, zowel in de dienstensector als in de industriële sector. En we stellen daar dezelfde trend vast die we eigenlijk al een heel aantal maanden zien. Dat is dat in de westerse industrielanden maand na maand de inflatiecijfers lager gaan. En dat zou eigenlijk goed nieuws moeten zijn voor de politiek van de westerse centrale banken. En zowel in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa, zien we eigenlijk dat de centrale banken blijven verder gaan met hun politiek van renteverhogingen. Ondanks dat toch heel wat marktpartijen rekenen dat we stilaan op het einde komen. Maar nee, eigenlijk elke keer horen we centrale bankiers zeggen van dat er in de toekomst nog altijd renteverhogingen gaan mogelijk zijn. Dus, maar ik denk toch dat we algemeen genomen mogen stellen dat het einde in zicht is voor deze hossenpolitiek van de centrale banken. Die monetaire verstrakkingsperiode die komt naar onze aanvoelen toch dichterbij. Het einde komt meer en meer dichterbij. Dus ook daar, denk ik, mogen we toch wel wat optimistischer blijven. Als de centrale banken zouden aankondigen dat er geen renteverhogingen meer gaan plaatsvinden, kan dat natuurlijk ook extra zuurstof geven aan de aandelen en de obligatiemarkten. Dus ook hier, denk ik, in het algemeen blijft het investeringscomité toch redelijk positief voor de evolutie van de wereldeconomie. En dat geldt eigenlijk ook voor de beurzen, want daar hebben we ook een belangrijk feit vastgesteld gedurende de maand juni. Op deze grafiek ziet u het verloop van de All Countries World Index. Dat is eigenlijk de belangrijkste aandelenindex met de belangrijkste aandelen uit de Verenigde Staten, Europa, maar ook uit de groeilanden. En wat valt daarop? Ja, eindelijk, in de maand juni, is er een belangrijke weerstand overschreden. U ziet dat we in het verleden, in 2022, maar ook begin 2023, midden 2023, dat de index telkens tegen dat belangrijke weerstandniveau is aangekomen, aangebotst. Maar het was eigenlijk onmogelijk om er boven te komen, om deze weerstand te doorbreken. En dat is in juni wel gebeurd. We zijn opwaarts uitgebroken. En dat is toch, denk ik, ook een positief signaal voor de aandelenbeleggers. Aandelenbeleggers behouden, denk ik, op dit moment het vertrouwen in aandelen. Kijken al verder, kijken naar de toekomst. En rekenen toch op een wat lakser monetair beleid dat de bedrijven en natuurlijk ook de bedrijfswinsten extra steun kan geven. Dus voilà, goed nieuws voor de wereldeconomie. Ook goede signalen van de aandelenmarkten. Dat maakt dat juni 2023 een zeer goede maand was voor de aandelenbeleggers. U ziet het, de MSCI Europe, of de Europese aandelen in het algemeen, plus 2,5% in juni. Bijna 3% voor beleggers in aandelen uit de groeilanden. Maar de beste categorie in juni was de MSCI World, ofwel indirect een belegging in Amerikaanse aandelen. U ziet dat daar een rendement gerealiseerd is van bijna 4%. Dus in Amerika zien we nog altijd dat die technologiesector het nog altijd zeer goed blijft doen. Dat maakt natuurlijk ook dat we positieve netto-rendementen gerealiseerd hebben in de maand juni voor de key private beleggers. Plus 0,68% voor beleggers in profiel 5. Plus 0,81% voor beleggers in een wat dynamischer profiel.
We moeten wel meegeven dat juni toch wel een wat tegenvallende maand was, zeker voor de goudprijs. De goudprijs heeft zo'n 5% verloren gedurende de maand juni. Maar binnen het investeringscomité panikeren we nog niet direct. We zien het nog altijd eerder als een correctie in een stijgende trend. Dus er is eigenlijk geen wijziging in onze portefeuilles. We behouden het vertrouwen in de trekkers die momenteel in onze portefeuilles zitten. U ziet het hier voor profiel 3, profiel 5. Dus je ziet voor aandelen een belegging in de MSCI World en de MSCI Europe trekker met een lichte voorkeur voor Europese aandelen. En we behouden ook de belegging in eurozone overheidsobligaties. En ook de goudprijs, die blijven we nog inbelegd. En we maken nog altijd geen switch naar de industriële metalen. Dus stabiliteit troef in onze key private portefeuilles. En ja, de conclusies, ja, ik heb het al gezegd, de wereldeconomie blijft zich eigenlijk verder herstellen. Maand na maand zien we dat het producentenvertrouwen wereldwijd toeneemt. Dat is een gunstige evolutie. We zien ook dat aandelenbeleggers zich redelijk positief gedragen. We hebben een opwaartse uitbraak gezien van de All Countries World Index. Dus het sentiment is zeker positief op de markten. Wat eigenlijk ook maakt dat we geen defensieve beleggingsstrategie moeten volgen. Dus we behouden de huidige samenstelling en we verhogen zeker op dit moment onze cashpositie niet. Die blijft minimum 5%, dus geen defensieve accenten in de samenstelling van onze portefeuilles. Traditiegetrouw ronden we af met een blik op de evolutie van de netto-rendementen van onze portefeuilles. Als we even kijken naar 2023, dan hebben we een netto-rendement van 5% voor profiel 5. 7% voor profiel 7. En we zien zelfs dat ons meer agressief profiel, profiel 10, dat we daar al aan een netto rendement van zo'n 9% zitten. Ik geef ook maar mee dat de beleggers in Belgische aandelen misschien tegen wat minder jaar aankijken. De BEL 20 staat toch voor dit jaar op een negatief rendement. Dat is toch een beetje een uitzondering. Op wereldvlak. We zien de meeste Europese indices, ook de meeste Amerikaanse indices, toch noteren rond het hoogste niveau van de afgelopen maanden. Dus de positieve stemming gaat onverminderd verder. En we hopen natuurlijk ook in de tweede jaarhelft van 2023 goede resultaten te behalen. Ik dank u alvast voor uw aandacht. We zien elkaar opnieuw begin augustus om de commentaar te leveren over alles wat er gedurende de maand juli is gebeurd. Ik dank u alvast voor uw aandacht en bedankt voor het kijken en tot volgende maand.